20 voor 11. Ik ben net wakker. Ik heb zo vast geslapen, maar ik voelde me echt niet zo heel goed. Dus dat heeft wel heel veel deugd gedaan. Jij bent wel lang wakker, hè? Ik denk iets na 8 of zo. Ja. Amai, dat is een zondag. Wij gaan nu ontbijten en straks gaan wij normaal gezien naar Sunrise Festival. Dus we zijn aan het wachten op onze tickets, want om een of andere reden zijn die niet te goed doorgekomen. Dus ja, we gaan zien. Normaal gezien is dat het plan, anders zullen we zien, hè. We gaan ontbijten en ik zie dat Sam kerst heeft meegebracht. Oh, daar heb ik heel veel zin in. Ja, ik ook. Ik zag dat en ik dacht, dat moeten we hebben. Ja, kostte die niet keiveel? Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Ai. Dat is gewoon gepakt. Want kerst kosten gewoon echt mega veel. Nee. Maar ja, oké. We gaan het ons laten smaken dan. We zijn aan het eten. Ik was al begonnen, as you can see. Een eier zal me op, ja. Sorry hè, dat ik zo later aan denk om te filmen. Alles. We zijn 10 minuten later dan dat ik deze morgen heb gefilmd en het is al change of plans. Céline en Nick willen niet echt heel graag naar het festival gaan. Céline voelt zich niet zo goed met haar zwangerschap en zo. Dus we gaan niet naar het festival. Maar we gaan dan wel andere leuke dingen doen vandaag. Dus we zullen nog zien een beetje wat. Maar we hebben wel wat plannen. Barbecue. S'avonds. Bij mijn papa en mama om 2 uur pas. Dus 11. Be there, ah nee. Be there, ah nee. Te laat. We gaan vertrekken. We gaan naar mijn ouders. Ik heb de katjes nog wat extra water gegeven buiten. Een water wat ze hebben. En een natte koude handdoek. Want hier binnen is het toch ook wel 25,5 graden. Dus zien dat ze het niet te warm krijgen. Want binnen is het wel beter als buiten alles. Ja, de witte, ja. Zal ik die aan? Ja, die past wel beter, want dat gaat anders. Ja, oké. Dit is mijn outfit. Ik zal het in de spiegel laten zien. Bloesje is Sarah. Mijn rode bikini van Shein aan. Dan de witte shorts van Totally Too. En de slippers zijn ook van Totally Too. Maar dat komt weer pas in juli, eind juli online. We zitten in onze nieuwe auto! Woehoe! En zoals jullie kunnen zien, hier is het een rode auto. En het is geen BMW. Ai, maar het is een Mini Cooper! Dat is wel een grote. Hoe noemt dat? Cayman? Nee, Countryman. Countryman. Dat is van een Cayman. Waar is een Cayman? Porsche. Ah ja, dat is een Porsche. Oops. Nee, het is geen Porsche ook niet. Maar het is wel mooi, ben ik. Ik vind het wel een cute auto. Ik moet wel zeggen, hij rijdt wel heel goed. Ja? Ja. Mag ik straks ook eens rijden? Ja. Ah, oké. Maar voor de duidelijkheid, dit blijft niet onze auto, hè. Dit is gewoon een vervangwagen, totdat Sam zijn BMW is gemaakt. En voorlopig hebben wij dan deze van de garage. Maar ik vind het wel tof. Ik vind het wel leuk, een Mini Cooper. Ik moet zeggen, ik vind de kleine Mini Coopers wel schattiger en mooier qua uitzicht dan die grotere zoals deze Countryman. Deze lijkt zo'n beetje op een zo'n grote Fiat Cinquecento. Ja, op die Fiat 500 XL. Ja, dat is waar. Dat lijkt er wel. En ook op de Ford Ka XL. Die hebben we nu op. Ja, dat lijkt er ook op. Dat is zo'n kleine autootjes die dan toch iets groter zijn. Dit is hem dus, hè. Onze Mini. Het is wel zo'n lange, een vierdeurs, vijfdeurs eigenlijk met de koffer dan. Ik vind hem wel echt cute. Cute! We zijn snel naar de Vatana geweest om een zwembadje te halen voor bij mijn ouders in de tuin. Is Oscar binnen? Nee, hè? Ik hoor niemand. Ik denk het niet. En nu gaan Sam en ik met de Vespa
geocache. We gaan het rondje van de buiting doen. Er zijn 15 geocaches. Ik weet wel niet als dit goed gaat komen. Misschien ga ik jullie hier even zetten. En ik denk als we terugkomen. Oh, ik heb mijn pijn gedaan. Dat het zwembad opstaat bij mijn ouders. Dus dan. Oh, ik moet natuurlijk de sleutel hebben. Kieken ben ik. En dan kunnen we dus zwemmen. Maar nu ga ik eerst de Vespa buiten zetten. We hebben de Vespa aan de praat gekregen. We hadden al lang stilgestaan, dus de batterij was op. Maar it's working now, hè. En dan gaan we beginnen. Oké, we zijn in paal geraakt met de Vespa. En we hebben onze eerste geocache gevonden. Sam heeft hem deze keer gevonden. Woehoe. Maar we hebben geen pen. Dus ik ga eens vragen aan die mannen. Je bent de tweede vandaag. We zijn de tweede vandaag. Wij? Ah. Ja, dat is nog blijkbaar voor heeft ons. Nogal iemand het rondje gedaan. Familie Daniels. Familie Daniels, ja. Nou, we hebben de tweede gevonden. Nu gaan we naar 3 en de hint is ondergronds. Nummer 3. Check. Goed gevonden, weet je het zijn? Ja? Oké. Okay. Gaan we naar 4 rijden. We hebben voor het eerst een kist gevonden. Woehoe, wat zou daarin zitten? Ook gewoon zo'n papiertje. Waarschijnlijk. Ja. Ja, good job. Oh, wat zit er allemaal in? Okay. Trackables, goodies. Woehoe. Mooi, hè? Het is hier echt mooi. Oké, we beseffen dat ons rondje niet zo ver is van Celine en Nick. Dus we gaan heel snel een bezoekje brengen bij Celine en Nick. Voor we de rest van het rondje gaan verder doen. Maar tot nu toe hebben we alles gevonden. Ja, hou dan raken. Ja. Wat? Hou dan raken. Ja, hier zijn wel heel veel bomen. Ja. Kijk waar wij zijn. Nice family. En nice family dogs. Hey Ellie. Hey Ellie. Nice, hey. Nice Ellie. En we zijn Desperados aan het drinken. Desperados van Peter. Nee, van de Peter, van Lena. Yep. Milka! Milka! Oh! We zijn. Oké, okay, het is goed, mannen. We gaan ijsjes eten. Ik heb sorbet. Je bent uitleg. Ja, dat ziet er echt zielig uit. En sorbet. Ik wil geen sorbet, maar ja, de rest mag ik niet eten, hè? Wow. Ja, pregnant en nog mag ze het eten zo. Ja, zeg, kom eens hier zitten, kom. We hebben net een ijsje gegeten samen met Celine, Nick, Anaïs en Lucas. En nu gaan Sam en ik verder. Het is wel al
kwart na 8 s'avonds. Maar we gaan nog de laatste 5 of zo caches doen. Dan gaan we naar huis. We zijn terug van de Vespa-trip. En ondertussen hebben Anaïse en Lucas het zwembad gezet, want het is 9 uur, denk ik. Dus, dat zag ik toch niet eens springen. Nee, zo nee. Koud. Ik ga het voelen. Oh, maar ja. Het is geen morgen dat het wel opwarmt. Ja, hier staat de zon dan volle bak op. Ja. Dan gaat dat wel. Hey, weet je trouwens wat? Nee. Morgen is uw verjaardag. Oh ja. Niet meer lang, hè? Wilt je wakker blijven tot 12 uur? Nee, jong. Nee? Nee. Oké, ja, bij mijn verjaardag hebben we dat ook wel niet gedaan. Dat is de eerste vandaag. Dat is zo, hè. Dat is het mooie zin, hè. Nog een koffer. Oh, zo, hoe zit die aan het scheuren? Dat is de trolley en dat zijn nog een dingen, hè. Ja, die scheuren over de grond. Dat is wel lichtgewichtig. Kijk wat een Mini Cooper heeft. Kijk, die heeft zo'n lichtje van hieronder. En dat schijnt daarop. Dat is kei tof. Oh, ik vind dat echt leuk. Ik wil deze auto, hè. Ik wil hem. Wij zijn terug thuis. Het is 9:40. En we gaan macaroni eten, want we hebben eigenlijk nog geen avond gegeten, buiten ijsje. Ijsje, we hebben het begonnen met dessert. Geen avond eten, dus we gaan nog even eten. We gaan nog wat werken op de laptop en voor de boekhouding. En dan gaan we slapen. Dus we gaan... Ja, ik ook. Dus we gaan de vlog hier ook afsluiten. Morgen is het deze zijn verjaardag. Ja! Yay, 27! Dus dat gaan we morgen vieren. Ja. Dan zien jullie in de vlog van morgen.